Het is dinsdag 23 december. Potje Popcorn Classics. Keken naar Dune. Dune. Bij Mark thuis. Ja. Cheers. Precies. 140 minuten. Shit. 140 minuten complete krankzinnigheid en psychedelica. Precies. Ik heb deze film nu volgens mij voor de zesde keer gezien. Dus jij moet gewoon maar even het eerste woord hebben. Oké, ik zie hem voor het eerst. Het gaat natuurlijk over de strijd om de planeet Arrakis. Waar de specie, oftewel de spice, wordt gedolven. En de Harkonnens en de Atreides, House Atreides, House Harkonnen, die strijden eigenlijk daarom. En Paul Atreides is een beetje de held. Die moet de planeet zien te redden. En de Harkonnens, dat zijn de en bad guys. En rechtvaardigheid, hè? Daar gaat het over. Ja, het is echt een ongelooflijke kleutersamenvatting van het plot. Maar echt meer touwen kon ik er ook gewoon echt niet aan vastkomen. Terwijl ik er naar keek. Echt, het ging over de Bene Gesserit. Een soort clan van oude heksenvrouwen was met helderziendheid. En nou ja, er was een rondzwevende baron vol zweren op zijn bek. En er was de hele tijd, waren er hallucinaties. En the sleeper must awaken. En hele stukken van de film. Dat het echt 10 minuten, 15 minuten lang alleen maar interne dialoog was. Nou, dat is echt een beetje belachelijk. Door jou heb ik een herbeleving van de eerste keer dat ik deze film zag in 1984. Ja, hoe was dat toen? Nou ja, precies hetzelfde als dit. Ja. In grote lijnen. Want ik begreep er geen reet van, nee. Maar ik vond het fantastisch. Ja. Maar het is zo raar allemaal. Ja, het is zo verschrikkelijk raar. Maar in 1984 zag het er misschien ook nog enigszins acceptabel uit. Maar het is nu extreem gedateerd. Nou ja, het is heel grappig. Want inderdaad, de decors zijn fantastisch. Mm-hmm. En de speciale effecten zijn ontzettend knullig. Echt heel knullig. Dus het is echt... het is bluescreen zoals bluescreen bedoeld is. zal ik maar zeggen. Ja, en alles wat zeg maar niet weggekeyd is uit die bluescreen, daar hangt ook dan altijd in ieder shot een onwijs blauw waas over. Ja, heel veel groen waas. Nee, het is heel idioot. En ik ken geen film die met zoveel uitlegscènes die zo onbegrijpelijk ja, nee, inderdaad, joh. Echt, het is gewoon het is niet te volgen, maar... Wat wel heel gaaf is, ja, ik bedoel, de schoonheid van de film zit hem wel in al die krankzinnige details die in elke scène zitten. Zoals die kleine mopshondjes die de hele tijd overal rondlopen. Ja, precies. En het broekje wat Sting aan heeft, als die eindelijk zeg maar, als geheimwapen ten tonele wordt gevoerd. Dan heeft hij een soort blauw slipje aan met vleugels erop. Ja, maar het is inderdaad die volkomen barokke aankleding, die ook weer heel mooi is gedaan, waarbij het het slechte geslacht, die Harkonnens, is het allemaal heel industrieel. Ja. En een beetje party scene-achtig. Dat is ook een hele rare scène, waarin de baron zich vergrijpt op een soort homoerotische wijze aan een halfnaakte jongen die allemaal enorme zwarte tulpen bij zich draagt. Ja. Er is de scène met de kat in het toestel, die ook heel raar is. Ja. Ondersteboven hangen de koeien. Het zit er allemaal in. En dan zo'n scènetje dat één zo'n gast naar zo'n koe loopt en een stuk wang afscheurt en erop dat begint op te eten. Uh-huh. En die ander die moet voor die kat zorgen en die zit dan in een soort van tuigje opgehangen en hangt dan weer een rat naast. Ja, met duct tape eraan vastgeplakt. En de scène die uit deze film die me het meest zal bijblijven, ik zette de film al even stop om het gewoon nog een keer tegen je te zeggen, maar nu, ik ga het nu weer doen, dat als die baron met die zweren op zijn bek, ja, 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 dan de moeder of zus, wat is het eigenlijk, van Muad'Dib gevangen heeft. Ja. Dat is eigenlijk, ik wil je één keer in je gezicht spugen.
één keer een beetje spuug in je gezicht. En dan laat hij zo heel vies zo'n fluim, zo'n kloddertje op haar gezicht vallen. Het ziet er ook echt heel vies uit. En daarna komt zijn rechterhand. En die gaat dat met zijn middelvinger dan nog zo'n beetje zo uitsmeren over de wang. Alsof hij er een lijmballetje van wil maken. Oh, dat was echt briljant. Ja, nee, maar het is een hele mooie slechterik, hè, die baron. Mm. En je vraagt je de hele tijd af, want ik heb die man nooit ergens anders meer gezien. En daarvoor volgens mij ook niet. Nee. Hij neemt ook wel de kans waar, zeg maar, om helemaal los te gaan. Ja, hij gaat helemaal... In krankzinnige schater. Ja, hij is totaal over de top. En dan heb je die man erbij met zo'n soort vreemd muziekinstrument. Hmm. Die zit dan de hele tijd aan een knop te draaien. En dat muziekinstrument doet alleen maar... En die baron die gaat dan rondjes vliegen in zijn Michelin-mannetjes pakken. Die zegt... Volkomen gestoord. En bij de Atreides is alles dan heel oud. Dus alles is van hout en ja, zo. En met leer ook hun ruimteschepen. Dat is ook zo mooi. Ja, nee, het is inderdaad Mallepietje Goat in Space. Hoe werd deze film destijds ontvangen, Lars? Ja, nou, volgens mij altijd als een mislukking. Ja. Het heeft ontzettend veel geld gekost. Mm-hmm. En hij is totaal geflopt. Ja. En heel mooi is, want nou ja, ik vond hem echt heel erg leuk. En ik blijf vinden nog steeds een heel interessante mislukking. Ja. Het was in 1984... En zo in die tijd toen verschenen ook de eerste breedbeeldtelevisies. Mm, ja, ja, ja. En die waren toen echt nog ontzaglijk duur, zoals al die innovaties. En ik werkte nog bij de Leeuwarden Krant, samen met Asing. Ja. En in Leeuwarden zat zo'n hi-fi en videozaak, zo'n hele high-end zaak, Heringa. Mm-hmm. En die hadden als eerste dat soort breedbeeldtelevisies. Die kostte toen 20.000 gulden. Jezus. En Asing, die heeft toen als... Maar die hadden dan wel al een groot scherm, echt van een meter. Ja, maar echt zo'n niet te tillen, zo'n buis ook natuurlijk, 100 kilo. Ja, 100 kilo of zo. En Asing die heeft toen... voor de krant, om er een stukje over te schrijven, heeft hij een week lang zo'n tv op proef gehad in zijn huis. Ja. En toen kwamen die mannen van Heringa, die moesten echt met 4 man, en die pasten net door het trappenhuis. Maar kwamen ze die tv brengen in een hele grote doos. En wij zaten natuurlijk met alle collega's al klaar. En zeiden, ja, mooi en bedankt en weet ik veel van die allemaal. En die mannen waren weg, toen hebben we echt als beesten, hebben we dat met de karton er al en dat schuimplastic er allemaal weggescheurd. En toen zijn we Dune gaan kijken op die breedbeeldtelevisie. Wauw. Ja, mooi hè? Fantastisch. Maar Frank Herbert moet zich toch omgedraaid in zijn graf. Tenminste, ik weet niet of hij nog leefde, maar die heeft met Dune heeft hij echt een mythologie gecreëerd zoals Tolkien dat gedaan heeft met Middle-earth. Ja. Dat doet er echt niet voor onder. Ook niet in aantallen pagina's, geloof ik. Heb je het boek gelezen? Ja, heel, heel, heel lang geleden. Uh-huh. Ja, maar echt toen ik 16 was of zo, weet je wel. En ik weet er weinig meer vanaf. Alleen die namen die kwamen nog vaag bekend voor. Maar volgens mij heeft David Lynch ook wel een behoorlijk loopje genomen met het boek. Ja, ja, ja. Dat en is echt wel zo. Een gesticht van gemaakt. Ja, 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 maar wel een leuk gesticht. Ja, het is wel absoluut vermakelijk. Ja. Ja. Oh, arme Sting. Nou, ja. Ik ben toch blij dat ik hem al gezien heb. Goed, wat maken we ervan? Ja, wat maak je hier in godsnaam van? Ja, kijk, het is natuurlijk een cultklassieker, maar het is natuurlijk ook gewoon een beren slechte film. Dus ja, dan kom je ergens uit bij een 5 of zo. Ja, nee, er zit bij mij een boel gevoel achter. En ik ga op af voor alles wat goed is. Mm-hmm. En ik geef een royale 8. Zo, hoppa. Nou, the sleeper has awakened.